Hallo, ik ben Jacco Speel van Bakkerij Museum en op speciaal verzoek van Medemelijk Actueel zal ik het begin van de verbouwing van het Bakkerij Museum aan jullie laten zien. De containers staan voor, er wordt op dit moment gesloopt en gewerkt. Dus de binnenkant is bijna helemaal kaal. Het is natuurlijk nog wel herkenbaar. Panelen zijn weg, dus de ramen zijn weer zichtbaar. We hebben nog een leuke ontdekking gedaan, dat komt zo meteen. De haat is weg van de familie Geuzenbroek die er nog in zat. Hier komt de lift. Dus ook hier gaat nog gebroken worden. Hier komt de doorgang naar het pand ernaast. De keuken gaat verplaatst worden. De trap die zal verplaatst gaan worden. Er zal hier een brede trap komen. De toegankelijkheid ook te vergroten, want ja, dat is een beetje het centrale thema. Kijk, en hier is een ontdekking. Want achter de wanden kwamen verschillende oude kozijnen tevoorschijn. Onder andere een raam en een deur. En ook een deur naar achter, waar waarschijnlijk toilet of wc gezeten hebben. Of douche of wat ook. De natte hoek. Ik had zien dat dit duidelijk een ander gedeelte van het pand is dan het voorgedeelte. Dit is helemaal ruim gemaakt inmiddels. De muren zijn helemaal schoongetrokken. Nou, hier is dan de tweede deur die ontdekt is. Ja, nu staat er een muur naast, maar dit schijnt vroeger de doorgang naar het huis van de familie Geuzenbroek geweest te zijn. Dus hier was de winkel. Dit was het huis. Nou, we zijn dus begonnen en het leuke is dat om deze verbouwing verder te financieren, om alles mogelijk te maken wat we eigenlijk willen, dus de lift en de toegankelijkheid, we ook een actie begonnen zijn. Bouw mee aan het lekkerste museum van Nederland. Daar kunt u steunen door. Ik ga nog even naar boven lopen. Kunt u ons steunen door bijvoorbeeld een tegeltje te doneren. Of een tegenroller. U kunt ook een obligatie kopen. Daarmee steunt u ons. En daarmee kunnen we alles realiseren wat we hebben. Nou, omdat ik zelf ook natuurlijk kunstacademie heb gedaan, druk ik de obligatie zelf. Dus u krijgt gewoon een echt werkje van mij ook. U ziet, het is echt helemaal. Ja, u ruikt het niet, maar het ruikt hier zelfs naar vroeger. Kijk, hier liggen de tegeltjes nog van de haard. Nou, u kunt zelf dus ook een tegeltje geplaatst krijgen. En die krijgt u dan op de wand in de conditorij. Met bijvoorbeeld de afbeelding van een kind. Uw kleinkind. Of u zelf, mag ook. Dat komt dan hier en dan kan je hier gewoon voor het raam. Pak je koffie doen, verse gevulde koeken bij. Er staat nu nog een muur. Die wordt er helemaal uitgetrokken. Dus dit wordt één grote winkel. Nou, zoals u ziet, het is begonnen.